Nou, ik weet het niet, ik twijfel. Ik wil niet dat ze denken dat we opscheppen omdat we in het buitenland zitten. Ik stuur ze alleen aan de familie. Mijn idee. Oh, weet je wie we wel moeten sturen? Flip Leijendekker, niet vergeten. Wie is Flip Leijendekker? Die hebben we 5 jaar geleden hebben we die ontmoet in Schorl. Je kent hem wel, die arrogante kwast. Hij bouwde de grootste zandkasteel op het strand. We hadden een bloedhekel aan hem. Waarom sturen we hem dan een kaart? Wij hebben vorig jaar met de kerstdagen van hem ook een kaart gehad, uit Kreta. Dan sturen wij er even het hotel. En dan moet je een kruisje zetten waar onze kamer is. Dan kan hij zien dat we uitzicht op zee hebben. Hey. Prima. Nog iemand? Tom Pierik. Tom Pierik. Dat heb ik mee op school gezeten. Pierik, dat is 40 jaar geleden. Sindsdien heb je nooit meer wat van hem gehoord? Nou, hij wil toch een beetje voeding met hem houden. Toontje Pierik, ja. We waren toen niet tijd van plan om heel Europa rond te zwerven. Jij met Tom Pierik? Ja, in de Orient Express. Wat is er eigenlijk van Tom geworden? Hij is toen in Delfzijl gewoond. Stuur hem dan maar een kaartje en dan kan hij zien dat ik mijn zwerflust nog niet ben kwijtgeraakt. Nou, als je hem een kaartje stuurt, dan kan ik ook wel een kaartje sturen aan Arend Breedveld. Aan de slager? Ja. Maar dan zeg dat hij nog steeds wil weten hoe het met me gaat. Waarom? Dat weet je best, Dirk. Arend had me hoog zitten, hoor. Oh, zijn wereld stortte in toen ik het uitmaakte. Ik hoop maar dat hij hierdoor weer niet in vuur en vlam komt te staan. Dan stuurde niks, klaar af. Ik wil hem laten weten dat ik nog springlevend ben. Maar als jij niet wilt dat ik hem een kaartje stuur, doe ik het niet. Annie, gerust in je gang. Voor mij stuur je 10 kaarten aan hem toe. Schrijf. Ben je er niet jaloers? Op Arend Breedveld? Je hebt te lang in de diepvriezer gezeten. Je ziet meer leven in zijn riplappen dan in hem. Jij bent nooit jaloers, hè, Dirk? Omdat ik je vertrouw, Annie. Ik vertrouw je. Nou ja, wat schrijven we aan je moeder? Oh, moet je even opzetten. We hebben fantastisch weer. Fantastisch weer. Het eten is uit de kunst. En hotel is super deluxe. Super deluxe. En ze is aan het schrijven bij, we hebben de tijd van ons leven. Vindt moeder leuk. Vorige week hadden we er nog bijna een punt achter gezet. Nee, daar praten we toch niet meer over. Dat is achter de rug. Linda en ik zijn alleen maar goede vrienden, meer niet. Je tennist anders nog steeds met haar. Dat heeft er niks mee te doen. Ik moet me nog omkleden, je praat over tennissen. Dirk, wat zie je toch in de... Jij en Bob en al die anderen. Ze is zo maf en zo opgefokt. Helemaal niet. Ze ziet er goed uit en ze is intelligent. En ze hebben een apart gevoel voor humor. Omdat ze om jouw geintjes lacht. Ja, dat doe jij niet. Mensen zijn niet leuk, Dirk. Kijk, dat bedoel ik maar. En daarom ben jij ook niet populair. Omdat ik eerlijk ben? Je kan ook te eerlijk zijn, Annie. Hè? Je hoeft de mensen niet meteen in de grond te stampen. Hé, Lenny. Wat nou? Je hebt je tenniskleding nog niet aan. Ik heb hem alle 3 een baan geboekt. Ik weet niet of ik mijn hoofd erbij kan houden, Dirk. Weet je wie hier logeert? Nou? Wilbert Gieske. Wie Wilbert Gieske? Uit goede tijden, slechte tijden. Goede tijden, slechte tijden? Die zeeman uit Medisch Centrum West. Die rare man uit Spijkerhoek. Die man in die regenjas, in die serie over die bank waarvan alles misgaat. Wat zal die man moe zijn, zeg? Hij heeft een kamer naast de mijne. Pas op voor die artiest, hoor. Zijn niet te vertrouwen, Linda. Oh, Annie, vind je het niet geweldig? Nou, ik onthoud heel slecht gezichten. Oh, ik ben altijd al dol op hem geweest. Hij zat ook in de brug en hij presenteerde Belle Fleur. Nou ja, misschien als ik hem zie. Oh, ineens stond hij in levende lijven voor me. En hij keek me heel doordringend aan. Ik werd helemaal slap in mijn knieën. Ik denk, als hij nou nog tegen me gaat praten, dan val ik helemaal flauw. Oh, hij heeft zo'n prachtige, diepe stem. Er zijn nog meer van die stemmen, Linda. Oh, die van jou mogen ook zijn, Dirk. Je had acteur moeten worden. Ja, je moet hem 's morgens vroeg eens horen. Net Popeye. Nou, we kunnen beter gaan tennissen, Linda. Kom op. Ach, je hebt gelijk. Ik moet me niet zo aanstellen. Ik ben tenslotte geen jong meisje meer. Dat zeg je een waar woord. Ik ga alles van me afslaan door het uiterste van me te vergen. Ik ga even verkleden. Oké. Okay. Wilbert Gieske, je had dat ooit gedacht. Ja. Nou, Annie, dan ga ik ook maar, hè? Wacht even, Dirk, we zijn nog niet klaar met de kaarten. Ja, maar ik heb om 3:30 een baan geboekt.
Oma Dirk, laat me niet alleen. Wat als Wilp er nou langs loopt? Ik krijg al kippenvel als ik eraan denk. Wat moet ik dan doen? O, Dirk, en als hij me aanspreekt? Ik val flauw. Ik zal sterven. Zijn we klaar, Annie? Doe ik je opgefokt gek. Ja. Nou. Ja. Leuk. Veel plezier. Hartstikke bedankt. Dank je wel. Carlos, un whisky. Het is muy importante, señor. Gracias. Ik weet wie u bent. Werkelijk? Ja, uw naam ligt op het puntje van mijn tong. Ik kijk niet zoveel televisie, maar Manfred Gieske. Wilbert. Precies. U doet iets in reclame en u heeft zo'n pittige secretaresse. Ja, maar alleen in de serie. Dat spreekt, ja. U wordt natuurlijk vaak lastiggevallen. De tol van de roem. Dat lijkt me nou bijzonder irritant. Soms. U bent op vakantie en dan wildvreemden die u aanspreken. Dat moet toch vervelend overkomen? Je raakt eraan gewend. Ah. Manfred, ik ben Bob. Ik mag toch wel Manfred zeggen. En mag ik misschien ook een handtekening? Ja, natuurlijk. Fijn. Ja, hij is niet voor mij, hoor. Hij is voor mijn vrouw. Die vindt jou geweldig. Oh ja? Mm-hmm. Wat zal ik zetten? Voor Linda van Manfred. Het is Wilbert. Oh, dat is ook goed. Dankjewel. Geweldig. Ja? Manfred Gieske. Gieske. Ah, whisky. Ja, oh ja, whisky. Salut. Whisky. Hier is het tenminste rustig. Ja. Het werd me daar echt te druk. Waarom? Handtekeningenjagers. Is er iemand aangekomen dan? Pardon? Beroemd iemand of zo? Och. Uw gezicht komt me vaag bekend voor. U heeft een heel apart gevoel voor humor. Ja, mensen komen er niet meer van bij. Mag ik even bij u zitten? Natuurlijk. Wilt u iets drinken? Nou, ik ben hier niet alleen hoor. Ik ben hier met mijn man. Die kan ik me niet meteen voor de geest halen. Hoe ziet hij eruit? Nou, gedrongen, kogel rond, met een kuifje. Een echte spring in het veld. Ik dacht dat ik die met een andere vrouw gezien had. Oh ja? Ja, een beetje opgefokt. Merkwaardige giechel. Oh, saai. Hier, neem een gesuikerde amandel. U bent niet dol op haar. Nee. Wij zijn hier bezig met het opnemen van een commercial voor sinaasappellikeur. En vanavond hebben we een party. Heb je zin om te komen? Nee, dat kan ik niet maken. Waarom niet? Dacht je van mijn man? Zou die het merken? Natuurlijk. Die is ziekelijk jaloers en heel erg bezitterig. Hoe eerbaar je bedoelingen ook mogen zijn. Nou, dat zijn ze niet. Oh nee. Ik vind je erg leuk. Heb jij een borreltje? Moet ik dronken zijn om je leuk te vinden? Nou nee, maar dat helpt natuurlijk wel. Denk er maar even over na, dan bel ik je wel. Wat is je kamernummer? Mijn man gaat helemaal over de rooie hoor. Die heeft wel eens iemand helemaal neergeslagen, alleen omdat hij tegen me lachte. Dat risico neem ik. Hallo, Annie. Hallo, Linda. Stel je me niet voor. Linda, dit is... Wilbert. Wilbert, dit is Linda. Hallo, Wilbert. Blijf zitten. Ik bewonder je talent al jaren. Dank je. Ik zou het natuurlijk enig vinden om over van alles met je te praten, Wilbert. Maar ik respecteer je privacy. Ik weet hoe acteurs daarop gesteld zijn. Ik hoop niet dat Annie al over al die rollen van je begonnen is. Nee hoor, nee. We zijn zelfs buren, Wilbert. Mijn kamer is naast de jouwe. Ja, die hebben ze je natuurlijk gegeven omdat je privacy het best beschermd wordt in het rustigste gedeelte van het hotel. Ik ken die spanningen. Ik ben eigenlijk ook actrice. Oh ja? Ze speelt de hele dag toneel. Sound of Music. In Carré. Hou nou van het Goois Lyceum. Dat is ook aardig. Zeg, als jullie me willen excuseren, er wacht een wagen op me. Ja. Misschien zie ik je straks nog. Ja? Denk je aan wat ik gezegd heb? Nee, ik kan nou niet met je praten. En bel nou niet meer. Wil je soms dat mijn man met zijn blote handen de telefoon uit de muur rukt? Hij is tot alles in staat. Oh, daar hoor ik zijn dreunende stem al. Daar. Hallo, Dirk. Lekker gespeeld? Ah, we stonden tegen het Amerikaanse echtpaar. En?
6-0, 6-1. Hey, goed gespeeld, Dirk. Verloren. Oh. Ze bleven lopen. Ik ben bek af. Ze zijn nog een stuk jonger dan jij. Oh, Linda vertelde nog iets grappigs. Heb je dat meteen opgeschreven? Nee, ze zei dat die Willybrod jou zat te versieren. Nou ja, versieren is een groot woord. Ja, waarom zou die man dat doen? Misschien vindt hij me wel leuk. Meen je dat nou? Ja, dacht jij soms dat hij het deed om een weddenschap te winnen? Nou, nee, ik vond het alleen maar raar. Ik bedoel, laten we wel zijn, die vogel kan er aan ieder vinger 10 krijgen, hè? Ja, dat is waar, ja. En dacht je dan dat hij niet mij eruit zou pikken, hè? Nou, nee, ik bedoel, kijk, je bent een keurig getrouwde huisvrouw. En bovendien, wat is er nou zo bijzonder aan die man? Goed, hij is vaak op tv. Als ik dit ook zou zijn, zou mijn naam ook gemeengoed zijn. Net als een hoofdwasmiddel. Je begrijpt wel wat ik bedoel. En zal ik je nog eens wat zeggen? Ik zag hem net. Weet je dat hij zo grijs wordt als een duif? Hé. Hey. Ho! Ik zei nog zo niet hier komen. Mijn man is in de badkamer. Signora, amiga, van goede bekende. Ja, ja, bedankt, ja. Niemand! Wat zeg je nou? Wat zei het eten? Toffie. Nou, als die tv-ster een oogje op je hebt, mag je wel een beetje aan de lijn doen dan. Hey. Goed, wat ben je weer lollig. Wat zal Arend Breedveld daarvan zeggen als hij dat hoort? Die laat zich meteen invriezen. Oh. Hey, daar Bob. Hey, dat moet je niet in je oor zetten, dat moet je drinken. Ik gebruik dat glas om te luisteren. Het versterkt de trillingen. Meen je? Ja. Weet je wie hiernaast in de kamer zit? Nou? Manfred Gieske. Oh, ik dacht dat hij Willybrod heette. Wat hij ook speelt, hij zit altijd achter de vrouwtjes aan. Verrek nou dat je het zegt, hè. Begrijp je? Hey, en nou is hij de volgende aan versieren? Precies. Ik luister alleen maar om er zeker van te zijn dat ze veilig is. En weet je wie het is? Ja, Linda. Wat? Ik drink het altijd eerst even licht, ja. Je vindt het toch niet erg dat ik even kwam buurten, Wilbert? We zijn tenslotte buren en ik vroeg me af of je misschien ergens om verlegen zat. Nee, dat dacht ik niet. Als Annie wat al te opdringerig wordt, zeg het me dan. Neem ik er even apart. Ik weet dat je ernaar snakt om even alleen te zijn na alle publiciteit. Ja. Ik ben net zo. Ik hou van eenzaamheid. Daarom loop ik vaak 's avonds langs het strand. Werkelijk? Mm-hmm. Om helemaal weg te zijn van iedereen. Ja, als je in de smaak valt, hè. Ik kan me eigenlijk helemaal niet voorstellen waarom, want ik ben er helemaal niet op uit. Maar dan koester je de eenzaamheid. En daarom loop ik vaak 's avonds alleen. Langs het strand. Om helemaal weg te zijn van de mensen. 'S avonds laat. Rond middernacht. Bijna elke avond. Langs het strand. Bij de vissersboten. Ja, juist. Bedankt voor je bezoekje, Linda. Verwacht je soms iemand, Wilbert? Nee hoor. Oh. Nou, misschien tot straks. Wie weet. Kun jij wat verstaan, Dirk? Wat zeg je? Kun je wat verstaan? Het is ineens zo stil geworden. Sorry? Het is ineens zo stil geworden. Wat voeren jullie daaruit? Hé, hey, Linda. Zijn jullie maar aan het bespioneren? Het is voor je eigen best wel, kindje. Kijk, als je zo'n man een vinger geeft, dan... Ach, toch niet zo mal, Bob. Dat speelt hij alleen maar. Dat weet ik, dat weet jij, maar weet hij dat ook. Ik heb eens een film gezien waarin de een of andere kerel Othello speelde. Hij begon een meisje te wurgen. En toen bemerkte hij dat hij zijn vingers rond haar keel niet meer kon losmaken. Maar dit was totaal onschuldig, Bob. Bovendien verwachtte hij iemand. Een andere vrouw. Wat heb ik je gezegd, Dirk? Hij heeft er iemand. Wat? Ik ben benieuwd wie dat is. Het lijkt wel de stem van een vrouw. Het is een vrouwenstem. Heel ver weg. Maar die stem komt me bekend voor.
Sorry, jongens. Het spijt me. Hier doe ik niet meer mee. Dat vind ik een beetje onfris. Maar je bent toch gekomen? Ja, maar alleen maar om je te waarschuwen dat je uit mijn buurt moet blijven. Nou, had je ook kunnen bellen? Nee, niet in dit hotel. Je weet nooit wie er meeluistert. Zelfs de muren, die hebben hier oren. Annie, Annie, blijf nou toch even. Nee, ik moet echt weg. Je kent mijn man niet. Als die hier achterkomt, dan neemt hij je mee naar buiten om met je op de vuist te gaan. Kom dan vanavond, een uurtje. Je zult het enig vinden. Gaan we weer. Je hebt helemaal niet geluisterd, hè? Ik sta bij de hoofdingang met een wagen. Ik zal er niet zijn. Ik wacht wel voor het geval je van gedachten mocht veranderen. Ik verander niet van gedachten. Hoe laat zei je? 8 uur. Geen sprake van. Heb je nou ook klaar, Annie? Ja, ik was die vervelende trip bijna vergeten. Welke trip? Na een ongelooflijk vervelende trip naar het folkloristisch dansen. Het schoot me opeens te binnen. Ik heb daar vorige week een kaartje voor gekocht. Jij wou niet mee. Waarom wou je niet mee? Omdat het zo ongelooflijk vervelend is. Je moet naar zo'n vervelende nachtclub en van die paella eten en naar dat vervelende gedans kijken. Nou, ik wil best mee hoor, Annie. Ja, maar alle kaartjes zijn uitverkocht. Het is erg populair. En je zei net dat het zo ongelooflijk vervelend was. Ja, maar dat weten ze nog niet. Ik hoorde dat ook pas vandaag. Je hoeft er niet te gaan, Annie. Nou, dat is zonde van het kaartje. Dus met het diner ben ik er niet. Zeg, je hebt je mooiste jurken getrokken. Ja, ja, ze zeggen wel eens, als je naar iets vervelends gaat, doe het dan wel in je mooiste jurk. Dat is voor mij nieuw, heb ik nog nooit gehoord. Oh, ja. Je ziet er prima uit, Annie. Vind je? Ja. Als jij niet wil dat ik ga, dan ga ik niet, hoor. Oh, ga rustig gaan, hoor, Annie. Ga rustig gaan. Ik vind wel iets. Weet je dat die artiest net weer aan de bar hing? Oh ja? Ja, een ongelofelijke aansteller. Bob heeft gelijk. Al die acteurs spelen de hele dag toneel. Is dat zo? Hij stond aan de bar met allemaal vrouwen om hem heen. Die hadden hem allemaal gezien op tv. Linda kijkt dwars door hem heen. Ja, dat verbaast me niks. Ze heeft lang genoeg naar hem staan staren. Ze vindt hem maf en opgefokt. Zij kan het weten. Dag, Dirk. Bedankt voor de leuke avond, Wilbert, maar ik denk dat ik nu echt moet gaan. Nog één glaasje wijn op het balkon. Ik geloof dat ik dat maar beter niet kan doen. Waarom niet? Ja, wat zullen de mensen er wel van denken? Annie, is dat nou niet een beetje burgerlijk? Ja, maar ik ben burgerlijk en daar ben ik blij om. Denk je dat ik je probeer te verleiden? Ja. En dat vind je niet zo'n goed idee? Het idee kan me niet zoveel schelen. Het is de verleiding waar ik bezwaar tegen. Vrouwen met een beetje spirit heb ik altijd leuk gevonden. Oh, probeer je ze daarom dronken te voeren? Vind je me niet aardig? Wel, maar denk je een beetje aan mijn man? Als die hier lucht van krijgt, gaat hij helemaal uit zijn dak, hoor. Misschien loopt hij nu al zielend van jaloezie door de kamer te ijsberen. Zeker niet. Ik zag hem net nog op het terras. Oh, dan heeft hij ons gezien. Absoluut niet. Je kent hem niet. Hij mag er dan wel een beetje aftans uitzien, maar zijn ogen zijn ook prima in orde, hoor. Hij heeft de scherpe blik van een havik. Helemaal als hij jaloers is. Dan doe ik toch het licht uit. Je ruikt betoverend. Naar zon, naar wilde jasmijn. Ja, het is maar een geurtje, Wilbert. Ik vind het betoverend. Krijg jij van mij een proefflacon? Dan heb je Dirk. Die mag mij hier niet vinden. Wat moet ik doen? Vlug in de kast.
jij bent het. Wat een opluchting. Ja, ik hoorde stemmen en ik wist dat je uitgegaan was. Ik dacht dat er indringers waren. Indringers? Ja, bewonderaars. Handtekeningenjagers, groupies. Nou, je ziet het, ik ben helemaal alleen. Ja, maar ik hoorde stemmen. Ja, ik was mijn tekst aan het repeteren. Een vrouwenstem. Ja, soms moet je improviseren. Twee glazen? Was je daar ook mee aan het improviseren, Wilbert? Nee. Ik wist dat jij zou komen. Ik? Waarom? Dat wordt weer improviseren. Misschien kunnen we straks een wandelingetje langs het strand maken. Oh, dat zal Bob nooit goed vinden. Nou, ik was niet zo plan om het hem te vragen. Nou, één drankje dan. Zal ik jou eens wat zeggen, Linda? Mm-hmm. Je ruikt naar zon. Naar wilde jasmijn. Weet je waar we dat aan doen denken? Nee. Moet je me beloven dat je me niet uitlacht? Ik beloof het. Daar zou je hem hebben. Bob, en ik had gezegd dat ik een ommetje ging maken. Nee, in de matkap! Bob! Manfred, Wilbert. Precies, ik zoek Linda. Ze ging een ommetje maken, maar ik kan hem nergens vinden. En er lopen hier hele merkwaardige types rond. Jij hebt er bij geval niet gezien, hè? Nee. Linda is een zeer aantrekkelijke vrouw, Manfred. Wilbert. Als ik constateer dat iemand... Ja? Ik zal hem vermorselen. Natuurlijk. Als een kachelak. Daar kan ik inkomen. Mm-hmm. Wil je misschien iets drinken? Ja, graag. Sorry. Ik moet er weer eens vandoor. Ze is hier niet. Wat? Ik dacht dat je Annie zocht. Ja, dat doe ik ook. Ze is niet met de bus meegekomen. Ik ben helemaal over mijn toeren heen, zeg. Manfred. Wilbert. Ik weet ook niet waar ze is. Is dat zo, Willy Brandt? Manfred. Nee, ik heb ze niet gezien. Ik heb een beter idee. Als wij nu met z'n allen naar beneden gaan naar de bar en een borrel namen. Misschien zitten ze daar wel. Dan pak ik even mijn colbert. Dat hangt niet in de kast, hè? Nee, dat ligt op het balkon. Oh, dan ga ik even mijn haar kammen. Ja. Laat het nog gaan, Dirk. En hoe later op de avond, hoe drukker het aan die bar wordt. Is er wat aan de hand? Niks, Bob. Ga je een klein borrel van me? Nee, je krijgt er één van mij. Nee, het is mijn beurt om te trakteren. Nee, ik trakteer. Nee, ik sta erop, Dirk. Ga je gang. Je drinkt er één van mij. Het hoeft toch niet. Ik trakteer. Kom op, we gaan naar de bar. Hallo, Carlos. Hoi, Tineur. Het was helemaal niet fout om te willen trouwen. Nee, toen niet. Je kon geen huis krijgen toen. Moeilijkheden in hotels, altijd last van de belasting. Toen trouwde ineens iedereen. Ja, behalve jij. Precies. En waarom niet, beste man? Omdat jij een vrije vogel bent, Sjaak. Precies. Je sluit geen vrije vogel in een kooi.